Horst en de Maas heeft zich wereldwijd op de kaart gezet als het gaat om de paardensport. Al jaren is Hippie Centrum de Peelbergen in Kronenberg de bakermat van het talent binnen de ruitersport en zijn er regelmatig internationale sterren te gast in onze gemeente. Maar waar komt dat vandaan? Waarom is Horst en de Maas zo'n sterke gemeente in deze paardenwereld? Omroep Horst en de Maas zocht dit uit, samen met Jumping Zerum in deze vijfdelige docuserie Horst aan de Maas. In de tweede aflevering gaan we langs bij Mans Thijssen. Hij is springruiter in Zevenum en werkt op de manege van zijn ouders en doet mee aan wedstrijden. Keek jij als klein mannetje al op naar je vader die dan die grote wedstrijden reed? Ja, ook wel. Alleen vroeger was ik er natuurlijk niet zoveel mee bezig. Ik ben er echt later pas gaan beseffen wat mijn vader allemaal deed en zo. En toen ben ik er echt meer naar op gaan kijken. Maar vroeger was ik nog niet zoveel bezig met de sport. En ik vond het allemaal wel mooi. Alleen later ben ik het echt gaan beseffen, ja. En is je samenwerken met de familie, is dat soms lastig? Ja, het is heeft zijn voordelen en zijn nadelen natuurlijk. Maar in principe... We zijn met de meeste dingen eens, dus het werkt goed zo, ja. Jij bent springruiter. Ja. Wat is daar zo leuk aan? Waarom geen dressuur? Ja, toch een beetje actie, hè. Ja, ik vind springen veel meer actie in zitten. Er gebeurt voor mijn gevoel veel meer en dat trekt mij het meeste aan. Ja. Heb je wel eens iets anders geprobeerd? In de ruitersport? Ja. Nee, ik heb één keer een dressuurproefje gereden met ponies. Maar die moet je rijden om de punten te behalen, zodat je mag gaan springen. En daarna heb ik ook nooit meer een dressuurproefje of iets gereden, nee. En als wij een dag met jou mee zouden lopen, hoe ziet jouw dag er dan ongeveer uit? Rijden. Nee, we beginnen 's morgens. En dan mensen op stal die doen de paarden hooi geven en voeren en zo. En ik begin samen met de andere ruiters beginnen gewoon te rijden. En we eindigen ook met rijden. Heel de dag verschillende paarden rijden, ja. Hoeveel paarden rijd je dan op zo'n dag? Ja, tussen de 8 en de 10, 11 zit je eigenlijk wel elke dag, ja. En wordt dat niet ongelooflijk saai elke dag? Nee, want elk paard is anders eigenlijk. Elk ander paard waar je op zit moet je weer wat anders doen. Die moet wat anders oefenen. Dus je hebt wel, ondanks dat je heel de dag rijdt, veel afwisseling. Ja. En als ik je zegt, ze voeren de paarden, ze worden op de wei gezet. Wat moet ik me zien bij de verzorging van een paard, van een sportpaard hier op stal? Ja, we doen er alles aan eigenlijk om de paarden fit en gelukkig te houden. Want dan presteren ze natuurlijk ook het beste. En dus paarden komen in de wei, ze worden gestapt, zoveel mogelijk uit de stal halen. Ze krijgen voer, je doet de paarden algemene verzorging, dus aan de huid, aan de hoeven. En gewoon zoveel mogelijk om paard zich goed in zijn vel te laten voelen eigenlijk. Ja. Misschien worden die paarden hier nog wel beter verzorgd als menig mens, of niet? Ja, veel wel, ja. Ja, zeker weten. Het belangrijkste in de voorbereiding naar een wedstrijd is dat alles top is met het paard. Dat je paard topfit is, dat hij er goed in staat en dan meestal komt het dan wel goed. Maar altijd zorgen dat je paard zich goed voelt. Ja, en volgens mij is familie Thijssen heel goed in het verzorgen van dat een paard zich goed voelt. Maar moet jij zelf ook naar de sportschool om fit te blijven? Moet niet. Ik doe het ook niet veel, nee. Maar je kan wel balansoefeningen en zo doen. Maar ik ga persoonlijk niet naar de sportschool, want ik ben eigenlijk heel de dag aan het sporten al. Ja, logisch. Wat denken mensen niet vaak aan, wat wel heel belangrijk is in de verzorging of in de voorbereiding naar een wedstrijd? Ja, dan blijf ik terugvallen op dat. Mensen denken veel springen thuis, want je gaat naar een springwedstrijd. Maar dat is het vaak niet. Je zorgt dat een paard gelukkig is, dat hij fit, goed in zijn vel zit. En dat is echt het allerbelangrijkste. En veel mensen beseffen dat ook niet, dat wij ook op die manier erin staan. Ja. Een goede voorbereiding is het halve werk. En daarom laat Thijssen zien hoe hij zijn paard voorbereidt voor een wedstrijd. Ja, dat geldt voor hetzelfde als mensen. Om intensief te werken zullen we eerst de spieren ook op moeten warmen natuurlijk. Ja. En hoe ziet dat eruit? Nou, ik denk we beginnen gewoon altijd met een paar rondjes stappen voordat we echt beginnen. En dan doen we een paar rondjes draven zodat ze lekker de spieren wat los kunnen draven. En dan begin je pas echt te werken.
Maar je doet ze gewoon zorgen dat ze alvast een beetje rustig aan kunnen bewegen voordat je echt begint met werk. Heb jij wel eens last van zenuwen als je op wedstrijd gaat? Zenuwen niet echt bepaald, alleen gezonde spanning. Je wil natuurlijk altijd goed doen en dus die spanning is er wel. Alleen het is niet dat ik echt heel veel zenuwen heb, nee. Heeft een paard last van zenuwen als hij op wedstrijd gaat? Bepaald zenuwen zou ik niet zeggen, alleen ik geloof wel dat een paard aanvoelt wanneer er iets moet gebeuren. Dus als het een grote wedstrijd is, veel publiek. Ik geloof wel dat een paard daar iets aan voelt en dat aan de spanning van de ruiter dat een beetje op elkaar afstemt, ja. Dat geloof ik wel. Jij als ruiter zult niet alles kunnen doen zelf tijdens een wedstrijd. Hoe ziet zo'n team van jou eruit als je op wedstrijd gaat? Nou, de meeste ruiters die net zoveel rijden als ik heb, die werken samen met een groom. Dus ik heb ook een groom. Die helpt in de verzorging, of die zorgt ervoor dat de paarden ook goed verzorgd worden, want hun focussen meer daarop. En dan kan ik doorrijden en dan hun focus op. Echt op het verzorgen ook echt van de paarden en dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk een team van twee personen. En neem je dan nog een trainer mee? Ja, bij jou is dat natuurlijk je vader of je zussen of de hele familie. Eigenlijk zoals jij het zegt. Mijn vader, mijn twee zussen, we helpen elkaar regelmatig. Het is niet dat we het afspreken, maar als we zo aan het rijden zijn, dan zien we iets. Of dan hebben we een opmerking voor elkaar. En dat is eigenlijk onze trainers eigenlijk, ja. Elkaar, wat mooi. Welke wedstrijd zou je ook nog wel eens willen winnen? Ja, Aken of Olympische Spelen, dat staat een beetje in verhouding. Wat is er zo bijzonder aan Aken? Ja, Aken is in de paardensport echt een mythisch concours eigenlijk. Dat is al zo lang ik me kan herinneren, ik ben pas 20, maar dat is echt al jaren zo. Dat is gewoon het grootste concours ter wereld. Als je daar mag rijden, heb je het als ruiter ook wel echt gemaakt. Nou, we gaan eerst maar eens naar Jumping Zerum. Weet jij al welk paard je meeneemt? Dat moet ik nog een beetje af gaan stemmen. Nee, ik weet nog niet 100% zeker welk paard ik meeneem. En Jumping Zerum staat bekend onder de ruiters als een moeilijk concours. Met een hele kleine piste, waar snel gereden wordt. Ja. Heb je er zin in? Ja, zin in is zeker. Ja. Iedere aflevering sluiten we af met de vraag: wat betekent deze regio voor de paardensport volgens jou? De ruitersport is hier heel aanwezig. Je hebt veel stallen, veel accommodaties. Hier om de hoek ook Pilbergen, Travers. Je hebt hier heel veel paardgericht. Dus je kunt hier heel veel terecht als je in de paardensport op zoek bent. Ja. Zou je niet meer weg willen? Ik zou hier niet meer weg willen, zeker niet. Nee.